Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden, met name boven het noordoosten en oosten van het land. De wolkenvelden zijn meestal behoorlijk dun en de zon gaat er goed doorheen schijnen. Heel af en toe zijn ze dik genoeg om de zon even tegen te houden. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het halverwege de ochtend zo'n 5 à 6 graden en vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 9 à 10 graden. En je ziet het, veel zonneschijn, slechts een paar wolken. Wat je op deze kaart niet ziet, zijn de wolken boven Duitsland die onze kant op komen. Daar krijgen we vanavond geleidelijk mee te maken. In de loop van de avond en nacht breiden die wolkenvelden zich over het land uit, maar er zijn ook nog enkele opklaringen. Daardoor daalt de temperatuur opnieuw tot rond het vriespunt. Morgenochtend beginnen we met de wolkenvelden. In de loop van de ochtend lossen ze op en middags zijn er dan weer flinke perioden met zon. Temperaturen kunnen er nog iets hoger uitkomen dan vandaag, 9 tot 11 graden en de wind blijft rustig. Zaterdag, zondag en maandag houden we dit droge weerbeeld, daarbij, s'nachts, steeds lichte vorst. Overdag temperaturen oplopen tot tegen de 10 graden. En de enige vraag is hoeveel de zon gaat schijnen. Dan moeten we nog even afwachten. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl